Hi, ik ben Jay en dit is Test. Wij zijn van Test Test en we zijn er vandaag met Luna van Klim Maximaal en Ruud van MissPoppy.be. En wij gaan vandaag een spelletje spelen. Yay. En het spelletje heet Dirty Seconds. We vormen een team. Ja, kijk. We vormen een team en dan moet het team elkaar binnen 30 seconden duidelijk maken via omschrijvingen welk woord wij op het kaartje zien staan. Ja, het is heel erg duidelijk dat wij jou net hebben uitgelegd hoe het moet zijn. Ja, maar het is afgeleid van het kaartje. 30 seconds, daar is het van afgeleid. Dat is misschien wel even leuk om dat erbij te vertellen. Dat het eigenlijk helemaal daarop lijkt. Behalve dat het dus met spannende woorden is. En wij hebben besloten achter de camera's omdat Luna en ik een team vormen en Ruud en Tess een team vormen. En we gaan het denk ik gewoon doen. Ja. Wie gaat er beginnen? Nou, de kaartjes hebben dus een rode kant en een zwarte kant. Rood is makkelijk, zwart is moeilijk. De zwart, dat gaan we denk ik niet proberen. Jawel, eerst rood en daarna zwart. Oké. Kunnen wij. Goed. ik ga de timer zetten. Op 30 seconden. Nou. Wie begint? Jij begint met praten. Wie is jij? Raden. Jij. Oh, ik moet niet gelijk raden. Oh mijn god. Ja. Ik ben er niet klaar voor. Oké. Okay. Ja, ik tel af. 3, 2, 1, go. Iemand, meestal een man die zich verkleedt als vrouw en dan optreedt op podia en zo. Drag queen. Iemand die flirt met iemand anders en dat heel vaak doet. En... Mile High Club? Nee. Het is simpeler dan dat. En een Nederlands woord. Proberen. Want ik ga naar het volgende woord, dat gaat makkelijker. Ja. Uw sex drive. Hoeveel... Libido. Ja, libido. Yep. En dan... Oh, nu al. Oh, dat is snel. Nee. Wat was die andere nou? Verleider. Verleider? Ja, flirten, zei ze. Jij verstond vliegen. Oh, vliegen? Dat vind je... Ik moet je zeggen. Ik zeg maar dat Vlaams. Oh, het is de taalbarrière. Sorry. Oké, nou, nu moet jij dan. Ja. Iemand moet even dat... Ik ga raden, dus dan moet iemand anders even de tijd zetten. Oh. Spannend! Kom op, Jay! Snel! Is je timer klaar? Geef me nou gewoon een kaartje. Nee, want dan kan je vast kijken. Ik krijg niet op een gegeven moment nou het fucking kaartje zo. Wacht. Ik was er niet op voorbereid. Timer. Oké, 30 seconden. 3, 2, 1. De persoon waar je mee bent. Je partner. Juist, heel goed. applicatie waarbij je foto binnen 30 seconden verdwijnt. Snapchat. Ja, heel goed. Als je hout op de botel bent op je werk. Verliefd. Maar dan in een in je werkomgeving. En dan noem je dat een... Werkrelatie? Zoiets, maar dan het gebouw waar je het in doet is... Kantoor? En dan is... Het is 13 seconden. Oh, kantoorliefde was het. Kantoorliefde? Zei ik dat niet als laatste? Ja, de tijd was al om. Zou ik God niet geweten hebben, moet ik zeggen. Kantoorliefde. Twee. Ook twee. Kantoorliefde. Oh, goed. Wie houdt het bij? Zal ik het bij? Dus ook iemand, denk ik. Twee. Ja, dit kunnen we nog onthouden, toch? Jawel, maar ja, straks niet meer. Ja, als het er meer wordt. Hoe lang willen jullie dit spelen, dit leuke spel? Oké, dus nu moet ik toch? Ja. Ik weet al dat ik hier echt heel slecht in ben, gewoon. Ben je klaar voor, Ruud? Ja. Ben jij de timer, Chantal? Ja. 3, 2, 1, go! Oh, een serie die niet meer loopt van vier vriendinnen die het steeds over een bepaald onderwerp hebben in New York. Met Sarah Jessica Parker. Sex in the City? Ja. Als je met je borsten en met de penis ertussen en als je dan op die manier een beetje gaat aftrekken. Oh, dat ben ik even kwijt. Doe maar het volgende. Of als je ze laat vergroten, dan noem je het ook zo. Oei, een borstvergroting noemen wij daar in België. Engels. Ja, nee, ik weet het niet. Zeg maar het volgende. Oh, het is al gedaan. Oh, sorry.
Ah. Een boobjob. Maar er is nog een ander woord voor? Boobjob? Boobjob. Heet dat als je daarmee, als je een piemel ertussen is, heet dat een boobjob? Dacht ik, maar toen later dacht ik, misschien is het gewoon een borstvergroting. Dus toen wist ik het gewoon, niet meer. Toch gewoon op zijn Frans? Ja! Nee, Russisch. Nee, op zijn Grieks. Nee, Russisch. Oh, nee. Op zijn Russisch. Ja, Russisch, ja. We weten het niet. Nee, oké. Okay. Ik ben helemaal niet meer mee. Oké. Okay. 3 voor ons. Yes. 2 voor... Oké, okay. Ik zet terug de timer. Zo. Kan het! Klaar? 3, ja. 2, 1, start. Die hele familie in het buitenland die allemaal zo'n grote reet hebben. Kardashians. Ja. wat je krijgt om geen aids te krijgen, dat medicijn wat die mannen kunnen slikken. Prep. Ja. Een ander woord voor een romantische komedie. Romcom. Dat dingetje wat je hier draagt om geen kinderen te krijgen, zo'n staafje. Oh, kut. Top! Ik weet het niet meer. Piep! Hoe heet dat nou? Implanon. Oh ja, ik wist dat ook niet meer. Dus jullie hebben er nu 2, hè? Ja. Dus is het 4 voor jullie, 3 voor ons. Wij zijn er voor. Maar dus nu moeten we naar de zwarte kaartjes. Dit al echt heel erg moeilijk. Hadden jullie er net 2 of 3? Wij hadden net maar eentje. En hoeveel had jij er nu? Hadden jullie er nu 3? We hadden er 2. Kardashians, romcom en prep. Oh, 3 hadden wij er. Oké. Ja, ik had niet door dat ze al naar het volgende ging. Ik dacht dat het een verduidelijking was van het woord. Dacht ik ook. Ik denk, nee, ik heb het niet goed. Doorgaan. De stress krijg ik hiervan. Gaan we naar de zwarte kaartjes? Echt serieus? Dat is moeilijk. Ja. Ja, we moeten even goed. Ja, we moeten daar spelen, toch? Ook kijken hoe dat is. Ja. 3, 2, 1, go. Van die hele strakke kleding die zo echt op je lijf plakt. Latex. Bij iemand blijven slapen en seks hebben enzovoort, maar dan voor de ochtend vertrekken. One night stand. Voor de ochtend weg. De nacht is dan echt... Volgende. Die prostituees. Hoeren? Oei, en dit weet ik zelf niet. Jawel, ik weet het wel, maar ik weet het niet meer. Het is een ander woord voor de vulva. Vagina? Nee. Kutje, pussy? Nee, dit is zo dat hip woord. Joni? Nee, ook niet. Dat is niet hip. Ik weet hem. Een hip woord voor een kutje? Ja, wat is ook niet helemaal, dus... Hij viel uit. Oh, ja. Maar wat is een hip woord voor een kutje van dan? Van JJ, toch? Is het ook niet. Het is unani, maar ik weet niet meer wat dat is. Oh, punani. En de pony is toch een hip woord voor het kutje, niet? Ja, de punani. Punani ook? Oké, ik weet het niet meer zeker. Ik denk dat dit ook de eerste keer is dat ik punani zeg. Punani. Ja, dat was toch met de verkiezing voor een ander woord voor vulva, dat het punani werd in plaats van... Nee, dat is niet punani geworden toen, toch? Jawel, want dat was toen nog zo'n... Er was iedereen zei, maar er is een woord voor en toen werd het punani. Terwijl het gewoon vulva is. Dacht ik, weet ik veel. Ja. Dat er toen een ander woord voor was verzonnen, maar dat is natuurlijk nooit gebruikt. Maar wat was nou die one night stand dat je weg bent voordat je was? Een half night stand, want je blijft niet slapen. Dat bestaat helemaal niet. Jawel, dat bestaat zeker. Nee, wel dat je dat doet, maar dat er een woord voor is, bedoel ik. Nee, dat wordt niet gebruikt toch? Ik heb er helemaal nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Ik wil een half night stand met elkaar hebben. Ik denk dat de seks maar half-half is. Ja. Heb je problemen dan? Ja. 2? Ja, dus op de half. Ja, 2. Ja. Dus wij zitten nu op 5 en jullie ook. Dus bij deze mogen jullie nu niks meer raden. Oké. Wie is nu? Ik moet een kaartje. Jij bent de J. De zwarte. Een zwarte kaartje. Niet al kijken. Ik kijk niet al. Klaar? 3, 2, 1, start. Als je squirt, dan heet het... Squirtvocht. Nee, de officiële medische naam voor squirt is... Als een man klaar komt, heeft hij een... Ejaculatie. Vrouwelijke ejaculatie. Vrouwelijke ejaculatie. Ja. Een piemel die heel groot wordt als hij stijf wordt, maar veel groter dan als hij, zeg maar, slap is. Een grower of een shower? Nee, maar dan de Nederlandse versie daarvan. Dat was het al! Ja. Een bloedpenis. Een bloed, ja, precies. Wat moet ik zeggen? Een vlees, of een...
Bloedlul. Dat mag ik niet zeggen. Vlees, mag ik wel zeggen. Oh, ja. En bloedlul. Ja, was het bloedlul? Dat stond bloedlul er. Bloedlul was het. Sorry, ja, die lul zegt altijd meer. Staat hier ook. Ja. En ja, laat. Vrouwelijk eten. Ik heb ook lang over gaan om dat te hebben. Ja. Weet jullie de Franse naam daarvoor? Die is wel mooi. Franse? Fontaine de Juve, of zoiets? Nee, dat is een speeltje zelf. Oh. Van Fontaine is... Fontaine. Oh. Dat klinkt wel beter dan Skrull. Ja, mooi hè? Dat klinkt wel echt heel tof. Ja. Nu moet ik niet. Ja. Nu ben jij het. Oh. Ik krijg er echt serieus stress van. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik ben helemaal niet goed met wedstrijden. Ja, ik wil wel, we gaan dit gewoon een keertje ook echt doen. Met elkaar, echt bij elkaar. Oh, met een wijntje erbij is het wel heel leuk. Ja, nou, ik denk ook dat ik dat dit weet. Zit ik met mijn onschuldige kopje thee, hè? Ik heb een flesje water. Ja, Oké, wie heeft de timer? Ik heb. Yes? 3, 2, 1, go! Hele bekende pornoacteur. Ja, weet ik. Nee, Sorry, ik weet het niet. Die weet ik ook niet. Een stichting die opkomt voor de belangen van sekswerkers. Zo zijn er wel meerdere. Oké, Duitse naam voor een penis. Oei. Ik weet hem! Oké, ja, jammer. Ja, niks wordt, ik ben hier echt heel slecht in, zei ik dat al. Een zwans! Ja, een zwans! Oké. En die stichting heet Proud. Dat is wel echt een vet goede stichting. Ja. En die pornoacteur was James Dean, maar ik denk, ja, wat moet ik James Dean? Dat is die hele knappe man die daar van de Proudse zaak verkracht is gegaan. Die is dat. Is dat zo? Ja. Door de wat? Wat zei je? James Dean, die had ik echt zo hoog zitten. Echt, die jongen, ik vond hem zo geil, echt in alles. Maar die is toen, ik weet niet of hij het vervoelt, maar die blijkt dus echt de vrouwen aangerand verkracht te hebben. Wow, echt? Op feestjes en zo. Er is een hele rel toe geweest. Ik denk een paar jaar terug. Ja. En wat is chatroulette? Oh, dat is fantastisch. Dat was op internet. Ja, dat is een webcam site waar je gewoon met elkaar, dan klik je op een ding en dan krijg je een random persoon te zien. Je weet en dan ga je seks. Nee. Je kan ook gitaar spelen, maar er zijn heel veel mensen die het gebruiken om te masturberen. Ja. Ik vond het zo tof, en dat is, want het is volgens mij al 10 jaar oud of zo. Toch? Ja, ouder. Ja, het was toen echt fantastisch. Ik denk, iemand aan de andere kant van de wereld, maar wat laat je zien? Je lul. Je kan gewoon alles laten zien. En wat doe je? Dit. Je zwans. Je zwans. Je zwans laten zien, ja. Oké, wie is er aan de beurt? Chantal. Ik zal weer timen. Wacht, ben je klaar? 3, 2, 1, start! Een ander woord voor... het hoerengebied in Amsterdam, in het Engels. A red light district. Als je plaatjes stuurt, blote plaatjes stuurt, daar ook het Engelse woord voor. Sexting? Nee, maar het is het... Pics. Ja, maar het is over het algemeen, ook, kunnen ook vrouwen kunnen het ook sturen. Als je gewoon bloot bent. Nudes. Ja. Poep, wat op iemand valt is een soort, en dan in het Engels ook. Scat. Ja. Piep. Gedaan. Jullie zijn hier wel echt goed. Niet eerlijk. We wisten makkelijker. Ja, maar we wisten ook op voorhand dat het niet ging lukken op deze manier. Hè? Dat het Jay en Luna samen heel sterk team ging zijn. Het staat nu 5 tegenover 9. Hoe lang zijn we al bezig? Oh, we zijn al heel lang ook. Oh, je bent al langer. Want, ja. Maar ik vind het een leuk spel. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het wel leuk, maar ik vind het wel echt moeilijk, omdat er... op zich staan er dus niet zo heel veel begrippen op het kaartje. En als je er dan al 2 of 3 niet weet, ja, wat dan? Maar je mag ook van onderaf, hè? Als ik het moet omschrijven en ik zie al van, oh, nou, maar die weet ik niet wat het is. Oh, die weet ik ook niet wat het is. En dan blijft er niet zoveel over, dat het dan wel moeilijk is. Dat is al net wel met die 30 seconds, vind ik. Dat altijd zo, ja, er kunnen altijd begrippen op staan die je niet kent. Maar over het algemeen vind ik de rode kant. Ja. Er staan wel allemaal dingen op die, zelfs met mijn Vlaams, kan ik nog begrijpen. Ja. Nee, ik vind het echt inderdaad gewoon, als je dit gaat, want het gaat natuurlijk om het spel. Als je dit lekker doet met inderdaad een drankje erbij. Of 5, 10. Ik vind het een heel leuk spel is om met z'n allen het gewoon te doen inderdaad tijdens een barbecue of weet ik veel. Ja, dat is echt veel.
Ja. Ik heb hier een kaartje, een rode, en daar staat Prela. Wie weet wat dat is? Prela. Stoepio. Ja, nee. Geen idee, wat is Prela? Ik weet niet. Wie het weet, laat het even weten in de comments, want wij weten niet wat het is. Wat is Prela, mensen? Dat heeft Luna het al gegoogeld, hoor. Prela, je hebt een scharrel, een kwarrel of een prela? Een pre-relatie. Oh, nou, ben je nog nooit gehoord? Een pre-relatie? Nee, maar dat is wel echt een hele goede term voor als je denkt van ja, hebben we nu wat, hebben we niks. En dan vragen mensen, ja, wat hebben jullie dan? Nou, we hebben een prela. Ik vind het vrij duidelijk voor wie dat dan wel kent. Oké, ja, nee, ik snap hem. Ik vind hem niet heel sterk, maar ik snap hem wel. Ik vind het echt, dit is een woord wat ik denk, ja, dit missen we wel in onze taal. Nou, we hebben het blijkbaar wel. Ja. Ik heb hier zelfs een VJJ gevonden. Dus... Ja, die had ik net ook. Ja. Ik denk echt leuk. Ik vind het echt een leuk spel. In zitten die heel moeilijk zijn, of dat het meevalt. Oh, hier een kwarrel. Dat zei je net toch? Ja. Een scharrel, een kwarrel. Wat is een kwarrel dan? Een scharrel, een kwarrel. Wacht even, moment. Ga weg. Een twarrel is een twijfelscharrel. Een scharrel is. Huh? Een kwarrel is een kwaliteitsscharrel. Een tarrel, dacht ik. Ja, ik zat te denken aan een tarrel. Ik denk, wat? Wat was dat woord tarrel? Weet jullie wat dat is? Ja, dat is zo'n ding tussen de anus. Nee, dingleberries is daar ook een ander woord voor. Prachtig. Dingleberry is het enige woord daarvoor. Oh, ja. Nee, maar er staan op de rode kant staan over het algemeen dingen die ik wel ken. Ja. En ook is het eigenlijk... Op de zwarte kant... Tijgerpunt? Oh ja, tijgerpunten. Dat is toch van... pandapunt is van hoe lang je juist geen seks hebt gehad. En tijgerpunt juist van allemaal dingen die je dan wel gedaan hebt. En dan kan je tijgerpunten scoren. Oh? Ja, als je het op rare plekken doet. Of als je het op één dag met meerdere mensen doet en zo. Krijg je punten voor. Want dat vind ik er super aan het spel. Dat er wel degelijk nog begrippen zijn. Voordat je alles zou weten, dat zou ook flauw zijn. Dit is net leuk, omdat je af en toe denkt van... Oh, wat is dat? En misschien weet iemand in de groep het dan. Of kan je het erbij pakken. Dit klinkt wel een beetje Vlaams. Aan het koemeke hangen. Nee, niet Vlaams. Oh. Google! Oh, wait. Aan het koemeke? Het koemeke hangen. Ik heb echt geen idee. Het is Vlaams hoor. Weet je dat, Ruud? Ik vrees het al. Een koem is een vagina. Oh, is het dan beffen? Ja. Ja, maar het is Antwerps en... nee, ik ben niet Antwerps. maar hier, ik heb op die zwarte hier ook... Orange is the New Black. Dus, ja, nou ja, dat was best wel een nou ja, niet echt erotisch of zo, maar het was natuurlijk wel over de vrouwenliefde heel erg intens. Juist. Ja, maar toch niet. Ja. Ik dacht dat de zwarte kant, dat juist wat extremere dingen. Dan denk ik, Orange is the New Black is niet. Dan dacht van, oeh, nou, heet porno of zo. Nee, maar wel moeilijker. Hier heb ik staan, my neck, my back, puntje, puntje, puntje. My neck, my back, my Dat is een liedje wel, hè? Oké. Jay, oké, dus dat is wel bekend. Dat is iets, oké. Oké, en hier heb ik choppen, met CH. Chop chop is zeg maar het kopje van de penis eraf. Auw! Waarom nou? Het is helemaal niet nodig. En dan de rusty trombone. Oh, maar die ken ik wel. Dat is een standje. Oh, oké. Maar wat is het? Wacht even. Nee, ja, we hebben een liedje van, denk ik. Een rusty trombone. Tikketikketikketikketik. Wat is dat? Voor seksuele handelingen. De man staat met zijn knieën. Oh ja, dat de vrouw van de achterkant, zeg maar zo. Dus dat ze door zijn knieën aan de achterkant en hem dan aftrekt. Oh! Oh. Ja. Zien jullie die points? Die maakt de trombone daar toch niet voor zijn. Maar je zit wel met je neus, zit je zeg maar tussen zijn billen. Ja. Dus... Ja, toch. Ik hoop dat er geen tanden zijn. Oh, wat niveau.
Ik wil het nog een keer in het echt doen met jullie, want dat lijkt superleuk. Ja, tijd voor een shot. Ja, precies. Ik wou net zeggen, het kan niet lang meer duren. Ja. Hebben we al gezegd dat het spel van Lotte Lust is? Nee, dat denk ik niet. Dat dus het is inderdaad van Lotte Lust. 30 seconds. En het is dus heel erg leuk, zelfs voor doorgewinterde sextotesters zoals wij. Voor de echte pro's. De echte pro's, die dus gewoon de helft niet weten. Maar ik vind het echt leuk. Ja, ik ook. Nou, ik ook. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!